Suriname Amazon collectief streeft naar het instand houden van de natuurwetten. In dat kader is er gisteravond in Klevia Park de ontwikkelingsstrategie Harmonie met de Natuur gelanceerd. Suriname Amazon collectief, bestaande uit de FITS, Campos, Stichting Wetenschappelijke Informatie, Caribbean Reality Studies Center en de Suribras Academic Network, vindt dat het huidige extractieve economische model veel schade veroorzaakt aan het milieu en aan de bewoonbaarheid van ons land, vooral van inheemse en tribale woongebieden. FITS-directeur Silene Frans zegt dat de mens niet altijd in harmonie leeft met de natuur. Dan bezondigen wij ons aan wetten van de hoogste orde, met tot gevolg conflicten, spanningen, verval en zelfs de dood. Ook terug te zien in onze omgeving, de natuur, de kreken die vervuild zijn geraakt, geen leven van vissen meer te vinden, habitat die vervuild wordt van vogels, dieren, planten, bodemverarming, om maar enkele voorbeelden te noemen. Ondanks de natuurwetten vaker worden geschonden, is er volgens Frans nog hoop, omdat het begin van de mens nog steeds ongewijzigd is. Hiermee bedoelt Frans dat de basiselementen voor succes er nog zijn. Dus wat er al was in het verleden, is er nog en zal er nog altijd zijn. Reden te meer om actief te werken aan herstel, verbetering en doelgerichte aanpak. Omdat er hoop is, hebben in de afgelopen maanden enkele personen en organisaties vanuit verschillende hoeken en disciplines met elkaar van gedachten gewisseld over onze basis, namelijk in harmonie kunnen leven met de natuur en wel onder de naam Suriname Amazone Collectief. Wij zijn nu zover om onze gedachten, werk en voorbeelden met u allen te delen. Deze ontwikkelingsstrategie Leven in Harmonie met de Natuur beoogt een alternatieve ontwikkelingsstrategie waarbij wetenschappelijk onderzoek praktijkgericht is en samen met alle belanghebbenden levensvatbare oplossingen identificeren. Die worden dus geïdentificeerd.